Dit is een Noord-Hollandse binnenkruier. Deze molen die zorgde ervoor dat het water van de ene boezem in de andere boezem gemalen werd ter ontlasting. Deze molens zijn gebouwd rond 1630. Vanaf het ondertafelmoment, zoals wij dat noemen, is de molen helemaal origineel, van beneden naar boven. Er zijn niet veel molens meer die dat hebben. Ja, we hebben centrale verwarming hebben erin zitten. Een moderne cv-installatie met leidingen onder de grond naar binnen toe met de radiatoren. De tank hebben wij in de tuin staan, een bepaalde afstand van het object af. De tank is meestal voor 80% gevuld. De laatste keer dat die gevuld werd, heb ik er bijna een jaar mee gedaan. Moeten wij meerdere keren vullen. Als we echt een hele strenge winter hebben, één telefoontje en binnen 2 dagen is de tank weer gevuld. Eigenlijk geen omkijken na. Er werd een nieuwe schuur gebouwd. Op dat moment stond hij op een pad waarbij vrachtauto's moesten komen. Op dat moment heb ik mijn regioman gebeld. En die heeft binnen een uurtje daarvoor een oplossing gezorgd. Die heeft alles geregeld. Die heeft gezorgd dat de tank verplaatst werd. Dat er een tijdelijke aansluiting kwam naar mijn cv-installatie. En ik had er geen omkijken naar eigenlijk. Erg prettig. Wij houden die draaiende en droog en warm.